Hallo allemaal en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Yves de Remus. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En jawel, ik ga nu een transformer doen. Echt waar, al op het begin van mijn vlog. Want ik ga al iets doen vandaag. Check it out. Zo zit dat eens aan. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Hey! Jawel, ik ga vandaag dus al de kerstverlezingsjes beginnen ophangen, het buitengedeelte. Dus dan kan ik dat op mijn palustrade en al hangen. Dus daarvoor heb ik ook nog al deze stickerblokken nodig. Amai, veel hè. Zie, die zijn allemaal aan elkaar gemaakt. En wat voor kerstverlichting ga ik buiten hangen? Even kijken als ik het hier tegen ga komen. Al, of nog niet. Of ik zo'n doosje tegenkom. Ja, ik kom zo'n doosje tegen. Dus het gaat zo van deze kerstverlichtingen zijn die ik ga buiten ophangen. Voilà. Ja, ik hou de prijzen toe, mensen. Zo van die kerstverlichtingen gaat dat zijn. Toppie. Dus die ga ik dan zelfs ophangen. Zowel ene vooraan, ene hier aan zij. Ene hier misschien aan mijn kamer. En misschien nog eentje aan mijn badkamer. Dat ga ik doen. Dus ik ga me even bezighouden. Ciao. Ja, ik schrok echt heel fel. Ja, ik schrok echt heel fel. Oh, terugbellen. Oh. Ja, ik ga... Dus de eerste deel van de kerstverlichting hangt op en nu belt mijn schat, dus ik ben onderweg naar mijn schat toe. Normaal gezien moet ik daar zijn om 2:30. Het is nu al 2:45. Ja, ik weet het, het heeft wel iets langer geduurd dan normaal. Ik kan geen tijdsinschatting doen, sorry. Dus zowel aan mijn lange raam, als aan mijn podiumraam, als aan mijn slaapkamerraam hangt de kerstverlichting nu al uit. Zelfs allemaal. Ja, ja mensen, ik ben nu onderweg terug richting mijn schatje. Maar ik kom tot de conclusie dat het donker is, dat ik mijn licht moet aansteken. Ja, ik ben nog wat even. Ik dacht dat ik iets zag. Ik ben nog even Pokémon gaan jagen. En nu kom ik tot de conclusie dat ik nog thuis ben met een misbruikvergiet. Ik kan nog eerst overwegen gaan naar mijn thuis toe. En dan ga ik, naar mijn schatje toe. Bij deze. Ja, ja, dat is hier weer wel goed. Ja, dus mensen, ik ben ook naar een stuk tv aan het luisteren dat jullie het horen. Ja, en dan staan we hier stil. Dus ik ga nu even terug overweer naar mijn thuis toe en dan ga ik richting mijn schatje. Samen familie kijken. Jee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 
Ja, ja. Ik denk dat hier veel ongevallen zijn gebeurd, want sinds kort staan hier rode lichten. En hier kom ik regelmatig eens door.
bij deze. Nee, dus ik ga nu nog even verder opletten op de baan. Dus ik ben nu aan het rijden. En ja, ik heb het al gehoord. Jullie zijn die... de vlogs in de auto zo beu als iets. Ik kan het begrijpen, mensen. Ik kan het begrijpen. Maar begrijp het ook dat het niet door mij is, maar een klein beetje door Alice. En dankjewel om naar mijn vlog nummer 999 te kijken. De laatste keer dat ik kan zeggen, ja, ik zit onder de 3 getallen te vloggen. Ah ja, 100 tot en met 999, hè. Dus, zeg het. Zijn de getalletjes van 3, hè. En dan op naar de 2500, hè. De 1000ste vlog, daar ga ik iets doen. De 2500ste vlog wil ik iets doen. Dan de 5000ste vlog. En dan de 7000ste vlog. En de 10000ste vlog. Als ik dat ooit haal, de 10.000. Dat is nog vrij ver weg, hè. Dat zijn nog letterlijke jaren dat ik dan nog moet gaan filmen. Voor aan de 10.000 te geraken. Laat het hier in de comments weten. Zal ik de 10.000 gaan halen? Ja of nee? Of zeggen jullie van nee? Je gaat nog vroeger stoppen dan de 10.000ste vlog. Momenteel zit dat niet in mijn lichaam om te stoppen. Dat geef ik wel eerlijk toe. Ik geef dat echt heel eerlijk toe. Het staat nog niet echt in mijn sterrenbeeld. Of ergens anders geschreven van ja, ik ga nu stoppen met vloggen. Nee, het voelt heel goed aan. Ik wil toch nog even blijven vloggen voor jullie. Want het is toch een gedeelte van mijn leven geworden. En dat wil ik dus echt ook behouden. Dat gedeelte van mijn leven. Dat lukt wel, hè. Ah ja, want ik sta nu op en dan waar ik al... als allereerste aan denk van, ah ja, ik moet nog gaan vloggen. Oké, dan vlog ik, hè. Voilà, bij deze. Echt elke dag opnieuw, hè. Elke dag opnieuw, elke dag mijn vlog in elkaar steken. Elke dag. Ik weet zelfs nu niet als ik vandaag weer mijn vlog heb geüpload, ja of nee. Dat kan ik ze niet nog gaan zien bij mij thuis. Of heb ik die al in elkaar gestoken? Ik weet het zelfs niet. Oh. Dus ik ga jullie zelfs iets laten weten. Tot straks, mannetjes. Ik ben dood op. Ik heb dus samen met mijn schat naar Enzo Knol een uur en een half gekeken. Dan ook nog eens een keer familie. Nu ben ik onderweg naar mijn thuis toe. En dan ga ik daar zeker ook nog de vlog van gisteren ook nog in de kannen steken. Dat moet ik ook nog altijd doen. En dan nog de vlog van vandaag, die ga ik ook al integraal halen. En dan kan ik zeggen dat dat morgen zeker niet tijdens mijn livestream of zo nog allemaal moet gedaan worden. Dus dat ik nog rustig op mijn masker alles kan rechtzetten. En dat is zo hatelijk hier. En dan sta je juist stil en dan mogen we terug vertrekken. Allee. Vertrekken. Maar ze bleven stoien. Allebei. Ze bleven allebei stoien. Ja, dus ik ga ze bieden dan nog de 2 vlogs in elkaar steken. Dan niks meer doen op mijn webshop. Dus ik ga mijn webshop nu zo laten hoe het nu is. Maar misschien hier en daar nog wel een aanpassing bij de maten. Dus dat... daar gaat 1 afbeelding wegvallen. En dat is dan die A, dus naast MM. Daar ga ik allemaal zo over typen. Dat ga ik ook nog doen. En dan ga je misschien nog een serie kijken of een film. Ik weet het nog niet, maar ik ben echt moe. Dus als ik een vlog in elkaar kan steek, 9 van de 10 kansen zeg je dan, ja, ik ga bedje in. Ik ga slapen. Je nadert een roodlichtcamera.
Ja, mijn GPS staat terug op Vlaams. En wat ik ook nog vandaag heb meegemaakt is, de flits is 2 keer en af gegaan van de expressweg. Nu moet ik gaan wandelen in Nieuwenhoven. Ik heb in de schat. Maar daar is niks van in huis gekomen, of alles hadden jullie nu natuurbeelden al gehad. Maar die zijn niet gekomen. Hoe komt het? Ja, daar heeft echt één reden te maken. Er was zoveel volk. Heel veel volk. Je moet denken, de parking van Nieuwenhoven was volledig volzet. Dan, voor zo af te rijden. Zo, en dan nog die U voor terug te rijden voor naar de oude baan. En dan nog zo'n stuk, dat stond ook allemaal vol. Toen had ik gezegd tegen mijn schatje, nee, hier gaan we dus niet wandelen. Hier is nu veel te gevaarlijk geworden om te wandelen. Stel dat er toch iemand corona heeft, ja, dan loop ik het daar op. En dat wil ik niet. Ik probeer zo weinig mogelijk andere mensen nu in mijn leven te laten komen. Nieuwe mensen of bestaande mensen, die probeer ik dan toch ook even. Alle contacten staan op on hold. Alleen ik en Bea hebben momenteel redelijk goed contact. En ja, en ook Moeke. Maar ik heb dus geweld. Dus ik heb er ook even over praten. Dus ik ga ook bij mijn oma eten nog. Maar jullie denken van, oh, Dimitri, blijf daar weg, blijf daar weg. Nee, ik blijf daar niet weg. Wij pakken onze voorzorgsmaatregelen. Ik eet in een andere ruimte dan mijn oma. Gewoon puur voor de veiligheid. En want ik ben in contact gekomen met iemand die besmet was met corona. Maar ik zit in een lage risicofactor. En wel, duiken naar boven voor 2 wandelaars, Gender. En met een fluo fashion aan. Toppie. Duimpje naar boven. Jee. Weer een water. Echt waar. Man en vrouw. Duimpje naar boven. Oh. Die hebben zelfs nog een fluo fashion aan van de politie. Toppie. Die is weer al niet goed verlicht. Niet goed. Alleen maar in een voorlicht en een achterlicht is niet genoeg op een fiets. Laat die opvallen. Fluorescerende vestje. Die had ook geen reflectoren in de spaken. Spakenreflectoren. Betaalreflectoren. Ja, 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 ja. En deze kent er ook nog iets vanaf, hoor, van de fietsen, hoe je in orde moet zijn. Je remmen moeten ook in orde zijn. Maar wat ik wel altijd wat ik altijd wel zo heb gedaan is, als ik mijn vader mee naar de fiets had genomen, die voorste rem zo wat losgepeuterd. Waarom? Ik heb dat al eens ene keer gehad dat ik doe maar rustig, mensen. Amai, zoveel nachtwandelingen. Is er dan ergens iets te doen of zo? Ik weet het niet. Iedereen denkt van, ja, ik ga nog even wat wandelen, er is toch niks te doen. Er is toch niks te doen. Er is ook niks te doen nu, alles is gesloten. En het sterren is weer al aan, het is weer al aan het vriezen. Oh, de verlichtingskes zijn aan. Oh, willen jullie de verlichtingskes ook zien? Ja, mensen, willen jullie die ook zien van mijn appartement? Ah wel, die gaan jullie ook te zien krijgen. Ik ga nu eerst alles, maar ook echt alles bijeennemen. Dan zien jullie dat ook hoe lang dat ik zit te treuzelen soms. Oei, maar mijn licht is nog niet uit. Oei, mijn licht gaat nu wel uit. Nog één ding, nog iets nemen. Maar ik vind hem niet.
Oh, fuck it. Echt. Moet ik echt gaan opstaan? Dat ik het echt niet vind. Ja. Nee, nee, nee. Allee, mannen. Ik heb hier toch vandaag nog vast gehad, mijn... Ah, ja. Oké, okay, ik heb hem. Ik heb hem. Mijn tabletposje. Ik heb net familie hebben gekeken. Ja, kabel heb ik al boven. Dus die pak ik niet mee. Dus ik ga de vlog nog niet afsluiten. Hè? Dus jullie gaan gewoon echt direct de kerstverlichtingsjes zien van mijn appartement. Wat al ophangt. Maar dat gaat nog sowieso nog bij komen. Zijn jullie klaar? Heb ik alles? Ja, ik heb alles. 3, 2, 1. Dus die tussenstuk, dat gaat ook nog komen. Dus ik kan nog even kijken hoe ik dat nog ga oplossen. Dat daar dus dan ook in die tussenstuk ook nog wat verlicht is dan die stuk. Tot daar om het hoekje. Dan ga ik het ook nog verlichten en dan misschien nog tot aan mijn badkamerraam, dan ga ik ook dan nog vol verlichtingsjes hangen. Heb ik zoveel verlichtingen? Ja, ik heb zoveel verlichtingen. Hoe ik dat nog gaan doen? Ik weet het niet. Want, ziet, daar hangen er al 2. Tadam. Oh. Ah, ik dacht al, er is het al eentje kapot. Toch niet. Nu nog binnen geraken. Oh, en ik kan je één ding zeggen. Het is fris buiten. Het is koud. Het is maar 3 graden buiten, hè mensen. 3 graadjes. Oh, en het is nog nog aan het koelen. Voilà. Oh, hier is terug. Jawel. Vallen. Oh nee, ik moet mijn bed ook nog opruimen. Vergeet dat ik aan het slapen. Ja, ik zal jullie meenemen. Ik zal jullie echt meenemen. Daar denk ik niet op te gaan passen. Ik zeg jullie, het is hier een en al puin nu. Waarom? Omwille van ja, de kerstverlichtingsjes. Ik ben er volle bak mee bezig. Om op te hangen. De eerste staan al aan. Dat hebben jullie gezien. Dit is hoe dat aan de binnenkant is. Dat is schoon. Toch heel schoon. Dus nu ga ik jullie even meenemen. Naar de slaapkamer. Kijk ja. Dus nog subiet nog even hier opruimen in stilte. En dan ja, slapen. Ik kan nu ook hier de vlog ja. Afronden. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet hier ook niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer dat er ook een nieuwe vlog online komt. En dan zeg ik zoals altijd. Nee, ik zeg dat niet als altijd. Ik ga proberen ergens nog een slogan te vinden voor uit te gaan. Ik doe altijd ciao.